so we have been talking of spiritual warfare. Dus we hebben gesproken over geestelijke oorlog. Which text are we going to choose today? Let's choose any text. Somebody said, Pastor, you did not come with a text. En laten we gewoon de tekst uitzoeken. You want me to choose any text? Wilt u dat ik een tekst uitzoek? Look, last time I spoke from 2 Corinthians, chapter 1, verse 8. But also we can just travel a little bit to the book of Daniel, chapter 3, verse 17. Can we look at it if Daniel is having that? En we gaan nu even verder reizen. Vorige keer hadden we gesproken over 2 Corinthians 1. Maar nu gaan we verder naar Daniel, hoofdstuk 3. Let's see whether I am there. No, okay, good. That is good. Verse 17. Vers 17. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the very fury finance. And he will deliver us out of thy hand, O king. But if not, that is my message for spiritual warfare this morning. And that is my boodschap for if not all of food. Be it known unto thee that the Holy Ghost will choose the best. Yes. And so lead. Somebody say, how do you read your Bible? I don't know. En iemand denkt, hoe leest u dan die Bijbel? If you just know how to walk with the Spirit. Als u gewoon weet hoe u moet wandelen met de Geest. And you become one of the greatest teachers. Dan wordt u een van de geweldige onderwijzers. A young man was asking me yesterday. Een jonge man vroeg me gisteren. Who is the one teaching you? Wie is nou degene die u onderwijst? Who is your pastor? Wie is uw voorganger? Ik zei, wat doe je nou? Halleluja. 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 Who is your pastor? Wie is uw voorganger? I say, thank God. Ik zeg dank God. For all the fathers that have gone ahead of us. Voor alle vaderen die voor mij uit zijn gegaan. Halleluja. The Bible says, be known unto. So I have 10 minutes. I'm looking at my time. Okay, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set. So can you imagine these guys? Dus kunt u zich voorstellen deze jonge man? They were placed. Ze waren geplaatst. In a furnace. In een oven. In short, they were placed. Dus eigenlijk ze waren geplaatst. In a condition. In een situatie. That they were supposed to give up about God. Dat ze eigenlijk zouden moeten opgeven aan God. So physically. Dus fysiek. They were placed in something like. A kind of a fire. Dus waren ze geplaatst in iets als een vuur. And these three boys. En deze drie mannen. They were in that cage. Die waren in die kooi. Ready to be burned. Klaar om gebrand te worden. Now this thing is not a joke. Dit is echt geen grap, hè? You can say, I understand. Now you can talk about your faith language. No, you don't understand. En nu denk je, ja, ik begrijp het wel. Je praat over je geloof. In God's holies. Nee, toen in die dagen. Nebuchadnezzar. They kill people like this. Zo vermoorden ze mensen. They take human beings, they give them to lions to eat. En ze namen gewoon mensen en ze gaven ze als voedsel aan leeuwen. Mm-hmm. Ja. Then. En dan, if you are really disturbing too much, en als je nog een lawaai maakt, dan zet ze je gewoon in een hete vuur. So this thing was serious. Dus dit was echt serieus. Now these guys, maar deze jonge mannen, they are placed in a situation. Ze werden geplaatst in een situatie. Where was the enemy attacking them? Waar viel de vijand aan? We saw Nebuchadnezzar. We zagen Nebuchadnezzar. But who was controlling him? Maar wie controleerde hem? De duivel. Who? De duivel. Who? De duivel. The devil. Nebuchadnezzar. That is Nebuchadnezzar passing orders. And that is Nebuchadnezzar. We could see something higher was controlling Nebuchadnezzar. Maar iets hogere, die controleerde Nebo.
Yeah. It was controlling Nebo. Die controleerde Nebo. And it makes him powerful. En het maakte hem machtig. So he said, I will teach you something today. Toen zei hij, ik zal u iets leren. Now this is the surface. Dit is de oppervlakte. These guys were here. En deze jonge mannen waren daar. Those are your trials. En dat zijn uw beproevingen. Your afflictions. En uw verzoekingen. The things that come against you. De dingen die tegen u opkomen. But you know, maar weet u? The target was not where they were. Het doel was niet waar ze waren. Nebo. Nebo. Was targeting their hearts and their mind. Hij was hun hart en hun gedachten aan het aanvallen. You are only a prisoner to the devil. Je bent alleen when you take hold of your heart and your mind. Je bent alleen een gevangene van de duivel als hij je hart en je verstand te pakken kan krijgen. That's why you see some people, they send them to jail. They come out, they do not change. Because putting somebody in a cage doesn't make the person a prisoner. And are you telling, are you understanding what I mean? En daarom als ze mensen naar de gevangenis sturen, zie je gewoon niet dat ze veranderd eruit komen. Want niet omdat je iemand in de gevangenis zet, gaat hun hart en hun verstand veranderen. Now, nu, the reason why Shadrach, Meshach and Abednego, they were bold to tell Nebuchadnezzar what they told Nebuchadnezzar, because in their heart and their mind, they were free. En de reden waarom deze jonge mannen zo vrijmoedig konden zijn om Nebuchadnezzar met zo tot hem te praten, omdat ze vrij waren in hun hart en in hun verstand. Whosoever the Son of Man made free is free indeed. Want wie de Zoon des Mensen vrij heeft gemaakt, is waarlijk vrij. Now your freedom, nu uw vrijheid in the spirit, in de geest, is supposed to manifest, moet zich manifesteren in your soul, in uw ziel and in your body, en in uw lichaam. But the freedom, maar de vrijheid started in the spirit world. Begint in de geestelijke wereld. That is what you don't see. En dat is wat u niet ziet. That is what I cannot see. Dat is wat ik niet kan zien. That's why born again is a spiritual thing. Daarom is wederom omgeboren zijn een geestelijk ding. Are you getting this? Begrijpt u dit? So, nu. We are getting somewhere. We gaan ergens naartoe. So what did they do? Dus wat deden ze? Because of that incident. Want vanwege dat ongelukje. The weapon against your mind is your mouth. De wapen tegen u. The weapon against your mind is your mouth. De wapen tegen uw verstand is u. I'm not hearing you. Ik hoor u niet deze woord. The weapon against your mind is your mouth. De wapen tegen uw verstand is u. Mond. So what do you do? Dus wat deden ze? They spoke. Ze spraken. The devil come to you. That the devil and say something, then you see your mouth. And that I touch your mouth. Amen. And blijf je stil. Gisteren. We deden evangelisatie. Met evangelist. Met evangelist. And these people, they are black Jesus. En deze met hun zwarte Jezus. They were on the street. Ze waren daar ook op de straat, hè? One is standing there. Eentje staat zo. The other one is looking eentje. There. Kijk zo. And they say, you people are just passing here strolling like nothing is wrong with you people. We curse you, evangelist. I said it back. Hey, yeah. En ze begonnen ze uit te spreken. Kijk, evangelist, toen daar voorbij de week. Zijn we terug? I said, that is my boy. Ik zei, dat is mijn boy. I didn't say anything. I was just told you to hear what it is. So I said it back. Yeah. En die zijn die ze tegen evangelist toen we voorbij liepen. En ze gingen zo dingen tegen ons zeggen. Maar ik keek ze en ik zei, ah, dat is mijn jongen. Hey. Then, en toen, why we finish, we were going. En toen we klaar waren, I was laughing. En ik begon. And one of them said, why are you laughing? En toen zei een van ze, I said, joy of the Lord. Yeah. Yeah. You understand? Yeah. I'm just joyful. Ik ben gewoon vreugdevol. You want me to frown of you? Wat wil je dat ik mijn gezicht zo gaat verrompelen? With your black Jesus. Met jullie zwarte Jezus. En ze vloekten de mensen gewoon. De evangelist. En dat zijn evangelisten. Papa, what is going on there? Papa, wat gebeurt er? See, these people are really deceiving people. Ziet u, deze mensen misleiden mensen. Kijk wat ze prediken. Ze prediken
transforming spirit. Spirits, transformeren geesten. I see all these things they speak. Al die dingen wat zij spreken. Haunt people in the night. Zullen die mensen achtervolgen in de nacht. I say, when we pray in church, maar als wij bidden in de kerk. And we say, en we zeggen. Incantations. We bind those spirits. En we zeggen deze geesten. En we binden geesten. En als het toch van spreuken. Dan zeggen we deze mensen binden we. I say, you see me anymore. We zijn in een oorlog voeding. So I laughed. Dus ik lachte. Because a blessed man cannot be cursed. Want een gezegende mens kan niet vervloekt zijn. Is somebody getting it? Begrijp je wat dan? You begin to know God. Ziet u wanneer u God? You start walking on the earth like a king. Ja, dan wandel je op de aarde als een koning. And where the word of a king is, there is power. Waar het woord van de koning wordt uitgesproken, is er kracht. Amen. There's somebody. Is very important. Is heel belangrijk. So evangelist send it back. Dus evangelist stuurde het terug. The boys. Die jonge mannen. They also sent a message to Nebo. En ze stuurden ook een boodschap they naar Nebo. Listen. Ze zeiden Nebo, luister. We are not going to worship that your dead God. We gaan die dode God van je niet aanbidden. Now they were dealing with stuff. Ze hadden ook te maken met dingen. They were going to trials. Ze gingen ook door beproevingen. Learn to fight in the spirit. Leer om te vechten in de geest. That is where the war takes place. Daar is waar de oorlog plaatsvindt. Are you getting it? Begrijpt u het? Are you getting it? Begrijpt u het? Jetson. Jetson is a pastor. Is een voorganger. He had a fight with his wife. Hij had een gevecht met zijn vrouw. You should have been about to divorce. Eigenlijk stond ze op het punt te scheiden. So some elderly people. Dus ouderlingen kwamen. They came in the house. Ze kwamen daar thuis. They closed the door. Ze sloten de deur. They closed the wife. The room of the wife. Ze sloten de deur. They put them in the living room. Ze zetten ze samen. Say, I pray for you, change your mind. Hey! Say, no problem is coming to this house. We are declaring war. Je ziet, ze beschuldigden de vrouw of de man. Of ze gingen ze op raad geven. Ze wisten dat gewoon in hun gedachten moest gewoon weggaan. Ze waren voorgangers, hè? Maar deze hadden ze ook bevrijding nodig. Amen. Jezus. Because this old devil. Maar deze oude duivel. Always think. Die denkt maar altijd. I can just mess up with people's lives. Ik kan gewoon mensen hun leven helemaal wanhopig en gaan maken. Maar het hele ding. Nobody else. Niemand had ook. Ze zit daar. Zit gewoon. We are hearing your conversation. We are praying. Ja, we horen jullie een. De wat is? Nou, wel, wij bidden. De declare fast. Hadden ze een declare prayer meeting. Die niet praten, de oudste die dames zitten. Ik heb echte aardelingen. En by the time they were done praying, the man loved his wife again, they kissed themselves, they went to church. Do you understand? Hield de man weer van zijn vrouw, kuste haar en ze gingen weer naar de kerk. And they are still married. En ze zijn nog steeds. Kijk ernaar. So we can see. Dus we kunnen zien. These guys were dealing with the physical something. En deze jonge man had te maken met iets fysiek. But there is a spiritual cause. Maar er is een geestelijke oorzaak. And the devil wanted to get their heart and their mind. En de duivel was erop uit om hun hart en hun verstand te pakken. Now there is something. Nu, there is iets. We are in the mind. We zijn nu in het verstand. What did they say? Verse 17. Zeiden ze. In vers 17 voor me. Lees maar in vers 17 weer. Daniel 3. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fury finance. And he will deliver us out of thy hand. Then vers 18. En zo niet, het zij u bekend. And if not, en zo niet. There's somebody there.
Ja. Tegen iemand, ze hadden hun zinnen daarop gezet. Tegen somebody, they made up their mind. Tegen iemand, ze hadden hun zinnen daarop gezet. You see. Ziet u. Our walk with God. Onze wandel met God. We must learn as believers. Moeten we leren als gelovigen. To make up our mind. Om onze zinnen daarop te zetten. You must set your mind. Je moet je verstand daarop zetten. To serve God. Om God te dienen. And to do His will. En om zijn wil te doen. Irrespective of how difficult your situation looks like. Ongeacht hoe moeilijk de situatie ook eruit mag zien. God always manifests Himself. Manifesteert zichzelf altijd. To the people that are made up their mind. Aan de mensen die hun zinnen daarop hebben gezet. Dat zelf ook al moet ik sterven. Oh, zal ik u dienen. Heza papa, heza. En ik sta op het punt om u naar Jezus te brengen. Ik heb nog 2 minuten. Ik breng u naar Jezus. Maar kom gewoon op de woensdag. We are going somewhere. We are going somewhere. We krabben nog steeds aan de... You gotta have a mentality. Yes. Je gaat een mentaliteit hebben van een soldaat. Hey. That when you come to your job, sometimes speaking tongues. En wanneer je op je werkplaats aankomt, dan spreek je gewoon in tongen tegen al die dingen. When you are talking to your colleagues, you are prophesying. En je praat tegen je collega's, maar je profeteert. Oh, citeer. Halleluja. Because you begin to gain understanding how the spirit world operates. Omdat je verstand begint te krijgen hoe de geestelijke wereld opereert. Halleluja. Begrijpt u? That's why we Christians. Daarom wij Christen. We must first be taught. We moeten eerst onderwezen worden. There's somebody be taught. Onderwezen worden. Good. So don't just talk. You cannot go to a warfare and prepare. Je kan toch niet naar de oorlog gaan helemaal niet voorbereid. But if not, be it known unto thee, O king, that will not serve thy God. Can you imagine? They are here. Kunt u zich voorstellen, ze zijn daar. Everything around them shows hopeless. En alles rondom hen heen ziet er hopeloos uit. How can they trust God to that level? Hoe kunnen ze God nou vertrouwen op dat niveau? They remember how God took their fathers out of the Red Sea. Maar ze herinnerden hoe God hun voorouders uit de Rode Zee had gehaald. In short, they remember how God has done so many miraculous things. En ze herinnerden hoe God zoveel wonderwerk had gedaan. This God. Ziet u deze God? That caused water to come out of the rock. Die is ervoor zorgt dat de water uit de rotsen komt. Deze God. That protected us in the wilderness. En die ons beschermde in de woestijn. This God. Die ons heeft bevrijd uit de handen van Farao. Nee, zij die hun God kennen. Zij zullen sterven. And they will do explode. Ze zullen buitengewone dingen doen. So they made up their mind. Dus ze hadden hun zinnen daarop gezet. Amen. So you know what? Ziet u? My God never failed. Mijn God nooit. Hij komt altijd ten tonele. And hear what Jesus said to us. En hoor wat Jezus tegen ons zegt. Halleluja. Somebody go to the book of 1 Peter. Peter was teaching us something. En Petrus leerde ons iets. Laten we naar 1 Petrus openslaan. That somebody make up your mind. Zeg tegen iemand. Zet je zinnen daarop. When you start learning to make up your mind. Wanneer u begint te verstaan dat u uw zinnen daarop moet zetten. Daar laten mensen u. En dan denken mensen dat ze u komen verwarren. Like, maar dan zegt u, wie ben jij? En waarom denk je altijd zo? Waar we? Waar zijn we nu? Are we in 1 Peter? 1 Petrus gaat. Chapter 4. Hoofdstuk 4. Vers 1. That's what we warfare. Zeg tegen iemand oorlogvoering. How can you go into battle with a defeated mind? Hoe kan je nou in een oorlog gaan met een verslagen verstand? No, you have to come into battle knowing. Nee, je moet de oorlog ingaan wetende. That no matter what. Dat maakt niet uit wat.
I am coming out victorious. Ik kom eruit als een overwinnaar. For as much then as Christ had suffered for us in the flesh, arm yourself. Underline your Bible. Arm yourself. En onderstreep het maar dat u zich moet bewapenen. Underline your Bible. Onderstreep het maar in uw Bijbel. Bewapenen. What text is that, Sister Vivian? What is that? Amplified Bible. Tell me to put up. Go to Amplified for me, please. So since Christ suffered in the flesh for us, for you, arm yourself with the same thoughts. With the same. With the same, sir. With the same. With the same, sir. It did not stop there. With the same thought and purpose. Moet ook u zich bewapen met dezelfde gedachte. Make up your mind. Bewapen, maak uw zinnen daarop. Make up your mind. Zet uw zinnen daarop. If Jesus suffered. Als Jezus heeft geleden. And came out. En eruit is gekomen. Victoriously. Overwinnend. The Lord said, put up the same attitude because God never did. Dan zegt de Heer, zet diezelfde houding op, bewapen u daarmee, want God faalt nooit. Don't let your problems. Laat uw problemen niet. Determine your attitude. Vaststellen uw houding. Don't let the things you go through. En laat het niet die dingen waar u doorheen gaat. Cause you to confess the opposite. Dat u opeens het andere, het tegenovergestelde gaat beleiden. Make up your mind. Zet uw zinnen daarop. Amen. Make it up. Maak, zet het zo. Holy Ghost. Heilige Geest. Take over. Neem over. Make up your mind. Zet uw zinnen daarop. Is it ready? Regent het? You want to go for evangelism? Je wilt voor evangelisatie erop uitgaan? Go! Ga! Ja. Ja. Make up your mind. Zet je zinnen daarop. The people that are going to sell food in Abeco Market, whatever market, market or markets, whatever they call it, when it's raining or whatever, they are still on their streets because they have made up their mind and they know it is out of that business that they are living. If you don't make up your mind, the devil will decide for you. En als u zinnen daar niet op zet, net als die marktkoopluien die altijd gaan, ze gaan elke dag weer regen of geen regen. Ze gaan gewoon omdat ze hun zinnen daarop zetten. Ze moeten geld verdienen. Show me a man. Laat me maar iemand that doesn't make up his mind. Die zijn zinnen daar niet op zetten. Show you a man. Zal ik u een mens laten zien. Who the devil always decides for the person. En dat de duivel altijd maar beslist voor die persoon. Ja. And the devil tells you. En de duivel zegt u. What you say. Wat je zegt. Because of your situation. Vanwege je situatie. So you feel awkward. Ja, je voelt je ongemakkelijk. The devil says, just say I feel awkward. Zeg het maar gewoon. Ja, ik voel me ongemakkelijk. No, you have to tell him. Nee, jij moet hem zeggen. My God. Mijn God. Will take me out of this. Die gaat me hier uitnemen. Rosa. Ja. Your mind. Uw verstand. Must be framed. Moet een bevreemd worden. Your mind. Uw gedachten. Like Jesus. Net zoals Jezus. My meat. Mijn voedsel. Is to do. Is om te doen. The will. De wil. Of him. Van hem. That sent me. Die me gezond heeft. And to finish the work. En om het werk te beëindigen. Volleindig. U moet. Make up your mind. Uw zinnen daarop zetten. Don't let the atmosphere. Laat de atmosfeer niet. Determine how you gonna act. Bepalen hoe u gaat handelen. Before you step into the atmosphere. Voordat u zelf in die atmosfeer staat. Come with your own atmosphere. Kom met je eigen atmosfeer. Ja. Everybody is confused. Iedereen raakt verward. Okay, I must be on the solution. Wat is dat? Ik ben de oplossing. Do you get what I'm talking about? Ik ben waar ik over spreek. Make up your mind. Zet je zinnen daarop. Zet. Kodaba. The Bible says. Bible zegt. Thought purpose. Patiently to suffer rather than fail to please God. Hey. It is better
the flesh, having the mind of Christ. Is done from intentional sin. Has stopped pleasing himself, the world, and pleases God. Hallelujah. See, you look at it. Kijk ernaar. The living Bible says. De levende Bijbel zegt. Somebody go there. Laten we daar openslaan. Open it. That's why I gave you my small tongue. Open that computer for me. Now it's the living Bible. My friend bought it for me. See, I told you this, my friend. You have to pray for him. He is punishing my iPad. En u moet echt bidden voor mijn vriend, broeder Maiden, want hij maakt mijn iPad helemaal zo flexy. Yes. Yeah. Which one is this? Is that the living Bible? Oh, Jesus. Somebody must pray for me. Oh, Namastakatoh. Hallelujah. Now read it for me. Now, lees your mind. Since Christ suffered and underwent pain, you must have the same attitude he did. You must be ready to suffer too. For remember, when your body suffers, sin loses its power. When you are born, wanneer je lichaam. Next week I'm teaching you how Christ can manifest in your flesh. Volgende week ga ik u onderwijzen hoe Christus zich kan manifesteren in uw vlees. Well, I'm suffering. Shut up! Ik leid, ik leid. Want when your body suffers, wanneer je lichaam lijdt, what happens? Wat gebeurt er dan? Sin loses its power. De zonde verliest zijn macht. Sin loses its power, zijn macht. Sin loses its power. De zonde verliest zijn macht. For that to happen, voor datgene om te gebeuren, you must first of all, moet u eerst make up your mind. Je zinnen daarop hebben gezet. In the power of God. Om in de kracht van God. And the power of sin will be broken. En de kracht van de zonde zal verbroken worden. Stop giving excuses. Houd ermee op hem excuses te geven. It was just my flesh. Het was ja mijn vlees. The devil made me do. En de duivel liet het me doen. You are lying. Je liegt. You wanna do it. Jij wilde het doen. You wanna fornicate. Je wilde overspel spelen. You sure you wanted to cheat. Je wilde gewoon dat. You wanna quit because you choose. En je wilde stoppen omdat jij daarvoor had gekozen. Are you getting me? Begrijp je? Make up your mind. Zet je zinnen daar op. Another version says. En een andere versgedeelte zegt. Set your mind. Ha, Kamota. Zet je verstand. You see. Some of you have been trained to have a mindset. How many of you have heard that before? Ja, sommige van u zijn getraind om een bepaalde gedachte te hebben. What is your mindset? Wat is nou een bepaalde gedachte? I don't eat fufu, but I eat kinké. Ik eet eigenlijk geen fufu, maar wel kinké. I don't eat, how do they call it? Varkens. I don't eat pork, but I eat meat. Ja, ik eet geen varkensvlees, maar ik eet wel ander vlees. Can we touch some things? Laten we even. Hey, let us even aanraken. I don't eat that, but I eat that. Ik eet dat niet hoor, maar dat wel. You made up there. Je hebt je gedachten al zo vergesteld. It's the way you have framed your mind. Het is al de manier hoe je verstand hebt gevormd. That's why the things work for you that way. Daarom werken dingen voor u op die manier. One day, man of God was preaching. En een keer was de man Gods aan het prediken. Hoor wat hij zei. Well, I'm a Jew. Ik ben een Jood. So I don't eat pork meat. Dus ik eet geen varkensvlees. Because you see, ziet u? In pork. In varkensvlees. Jesus. Jezus. Cast out those demons to the pork, to the pigs. Had Jezus die demonen naar de varkens uitgedreven. And many people listen to. En velen hadden naar hem geluisterd, hè? They believed him. En ze geloofden hem. Because this, I don't need to call his name. Ik ga zijn naam niet noemen. But when I listen to that, maar toen ik ook daar naar luisterde, I said, "Brother, you just lied." En ik zeg, nee, broeder, u liegt.
That is not the Bible. Dat is niet wat de Bijbel is. Why are you looking at me like this? Waarom kijkt u nou zo naar mij? Can I prove it to you? Kan ik het u yes. laten yes. zien? Can I prove it? Kan ik het Amen. U laten Amen. Zien? Yes, please. He has made up his mind not to eat pork. Don't come and preach to people. Amen. Keep it for yourself. Ja, hij heeft de gedachte daarop gezet. Ik ga geen varkensvlees eten. Hou het voor jezelf. Kom niet tot andere mensen dat preken. Don't come and preach to people. Kom niet dat tot andere mensen preken. Because Timothy said. Want Timotheus zei. 1 Timothy. 1 Timotheus. Chapter 4. Hoofdstuk 4. Go there for me. Laten we daar gaan. I'm going to stop now. Hey. Ik ga hier moeten stoppen, want anders word ik erg verleid om echt dieper in dit door te gaan. Hey, Zardos. So, we are coming. We komen. Wednesday, you cannot miss it. Woensdag kunt u het echt niet missen, hè? En nodig ook andere mensen uit. Hoeveel weten dat vele anderen dit ook moeten horen? Ja. 1 Timotheus chapter 4. 1 Timotheus hoofdstuk 4. Vers 1. Hoofdstuk 1. Vers 1, pardon. But the Holy Spirit distinctly and expressly declares that in the latter times, some will turn away from the faith, giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach. Vers 2. Through the hypocrisy and pretensions of liars, whose consciences are smeared. Verse 3. Who forbid people to marry and teach them to abstain from certain kinds of food. Look at your Bible. Kijk naar het woord. Kijk naar je Bijbel. Somebody must be delivered today. Hey, dank u Jezus. Iemand moet bevrijd zijn vandaag. Certain kinds of food. Which God created to be received. God created to be received with thanksgiving. Did I write the Bible? Nee. And this preacher was preaching on the pulpit. En deze predikant en die preekte daar vanuit het altaar. Popular preacher. Nee, de bekende. Thanksgiving by those who believe and have an increasing clear knowledge of their truth. Amen. Everything God created is good. Alles wat God heeft gemaakt. Prayerful food. Pray for the food, so. And anything with weight is prayerful food. En als je te maken hebt met een gewicht, release it for the food, so. God's anointing on the food. En zet God's zalving vrij op het voedsel. I mean, your food is not pure because you eat meat or eat cow or eat fish or eat whatsoever. No, what makes your food healthy is the prayer you release. En je voedsel is niet puur alleen maar omdat het een bepaalde soort voedsel is. Nee, wanneer je erover bidt, dat maakt het gezond. Ik kan je nog een test geven, alsjeblieft. Dat kan mijn message voor je. Dat is eigenlijk een gezondheid. Maar ik leer mensen over gedachtegangen. So, if you can have a mindset in the natural. Want als u dan zo'n gedachtegang kan hebben in het natuurlijke. Why can't you have the same mindset in the spirit? Waarom kan je dan niet dezelfde gedachtegang hebben in de geest? If you can have a mindset. Als je zo'n gedachtegang hebt. There are some people that if today abide in the white coat, they will say, Pastor, you just wear your white. I don't like white. I want white blue. En sommige mensen als ze vandaag een zeg maar een wit kopberg geven. Nee, pastor. There are some people. You come to my house and give you African food. They say I don't use the one in the body. Ja. En sommige mensen komen bij iemand thuis. Ze geven je een bepaalde voedsel. Nee, hoor, ik hou niet van. There is nothing wrong with my fufu. Nee, er is echt niets mis met mijn eten, hoor. You just have a mindset. Ze hebben gewoon een gedachte gehad. Dat lust ik niet, hoor. That is what you do unconsciously every day. Natural. Don't you know it's a spiritual law? En dat doe je onbewust elke dag. That God is looking for people. En zien jullie dat is that also will make up their mind like that when it comes to the world. Dat God juist wil dat
een ieder juist dat ook gaat gebruiken met het woord om te doen. To use. Om te gebruiken. To use. God is looking for someone that can make up. His mind zoekt juist naar iemand die zijn zinnen daarop wil zetten. That is how you win in the war. Zo win je in een oorlog. Your mind. Je gedachte, je verstand. You must save your mind. Je moet het vormen. That's why I don't mind people. Daarom, ik heb niks te maken met mensen. When was that? I was in Meerhuizenplein. Ik was toen aan de Meerhuizenplein. When this lady came. Toen die dame kwam. To church. Naar de kerk. Because she has a lot of revelations. Want ze had heel veel van die openbaren. After I finished preaching. Nadat ik klaar was met preken. That you can eat all what you want to. Kon je alles maar eten wat je wilde. She came to me. Kwam ze naar me toe. Because I did not talk about the text. I just said it in the air. Omdat ik sprak niet echt zo over de tekst. Ik zei het gewoon zo even. She came to me. Kwam ze naar me toe. Said that I don't eat meat. Toen zei ze maar ik eet geen vlees. I said why? Ik zeg waarom dan? Ze animals they just look like us. So they have blood and they have life in them. Ze zei, I said what do you eat? Ik zei, ze zei dieren zijn net als ons, ze lijken op ons. Nee, ik eet geen dieren. Ze zei ze eet vis. Ze zei vis hebben in geen leven. Ja, toen stopten we daar niet. Ze zei dat is waarom ik meer vegetables. Daarom zei ze nee hoor, ik eet geen vis. Ze zei dat is waarom ik meer vegetables. Eat your fish, they don't put me in it. Don't come in to your fish pie. Als u vegetarisch wil zijn, don't convince me. Doe het voor uzelf. Ook mij niet overtuigen dat ik dat ook moet doen. She helps me to serve food to me. En zij, dus de Eliza helpt me om zeg maar voedsel voor me te klaar te maken. Maar ik, ik leer haar ook dat ik niet aan een bepaalde voedsel verslaafd ben. En soms komt ze steeds maar met hetzelfde. En dan zegt ze, I don't want to build mindsets about it. En ik wil geen gedachten gaan als zo. The only place you want to build your mind. Het enige waar ik gewoon alleen maar aan wil hebben, de gezindheid, is met het woord van God. You take some people to Chinese restaurant. U neemt mensen naar de Chinese restaurant. And they saw all those gods. En ze zien, ah, preach! 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 Come on now! It's getting hot! Yeah! 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 Don't you see their gods? Kijk, heb je goden daar? They are dead gods. Ze zijn dode goden. Ze praten niet. No, 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 I'm going to go there because you see. Ik ga niet naar het restaurant hoor, echt niet. I am encouraging the devil's work. En ik bemoedig dan eigenlijk de duivelse werk daar hoor. Really? Echt. Then don't buy clothes there because you don't know who made it. Daar gaan ook geen kinderen mee lopen, want je weet ook niet wie het heeft gemaakt. But God wants you to make up your mind. Maar God wil juist dat u uw zinnen erop zet. Met het woord van God. You see. Ziet u? Navy SEALs. Navy SEALs. Mariniers? The SEALs. The SEALs. The Marine SEALs. These are specialized military officers. Oh, dit zijn speciale mariniers officieren. These people. Deze mensen. There is one thing. Er is één. They have crossed their mind. Ze hebben hun hele verstand gewoon helemaal zo. If they are going for kruisen. Ze gaan ervoor. Until they bring their target home, they are not coming back. Ze gaan in de oorlog totdat ze hun doel hebben gebracht. And they, when they go in. En wanneer ze erin gaan. They are going in to win. Gaan ze in. In short, they are so confident that they are bringing the enemy. Ze zijn er zo van overtuigd dat wanneer ze erin gaan, dat ze hun vijand gewoon in gevangen gaan nemen. Why? They have made up their minds. Ze hebben hun zinnen daarop gezet. Say every vow to die. Zelfs als ik moet sterven. I will die. Zal ik sterven. Did you get it? Yes, sir.
That is our problem. See to that. We that don't make problem. Our mind. That's why demons come and teach us instead of us allowing God to teach us. See to daarom laten we de duivels komen Jesus. Om ons te onderwijzen in plaats van dat God ons onderwijst, omdat we onze zinnen daar niet op hebben gezet. The devil made me to. De duivel heeft het me laten toe. Pastor was tempting on me. Echt, pastor was echt verleidend hoor. Pastor. The guy. Die jongen. Just touched my dress. Hij stond op mijn kleren aan. And just what happened. En voordat ik het wist gebeurde en ik moet weer wat gebeurde. You want to do the thing. Jij wilde gewoon dat ding. Just come to me and say, pastor. Kom gewoon naar me toe. I made a mistake. Voorgang, ik heb een foutje gemaakt. I'm sorry. Ik heb er echt spijt. Don't bring your long history. Kom niet met de hele geschiedenis. Voorgeschiedenis. Is niet nodig. Test somebody mindset. Zeg maar iemand gedachtegangen. Zeg mindset. Gedachtegangen. Today lay your hands on your own mind. Zet vandaag uw handen op uw eigen verstand. You see, you can even get up in the morning. Ziet, u kunt zelfs ochtends opstaan. There's something in your body. En er is iets in je lichaam. Talk to the thing doesn't belong to you. The thing must die. En elke keer spreekt u tegen. You see the thing dies. En u spreekt tegen dat het ding moet sterven. Op een dag zult u ook zijn dat ding is gestorven. Zeg vader. Zeg vader. Today, vandaag, help me by your spirit. Help me door uw geest. To frame my mind. Om mijn gedachten verstand te vormen. When it comes to the word of God. Wanneer het komt tot het woord van God. Let me make up my mind. Laat mij mijn zinnen daarop zetten. I make up my mind today. Ik heb vandaag mijn zinnen daarop gezet. Dat ongeacht. Of my circumstances. Ongeacht mijn omstandigheden. Mijn liefde voor u will not change. Zal niet veranderen. My attitude towards mijn houding naar u toe will not change. Zal niet veranderen. Mijn houding towards my ministry naar mijn bediening toe will not change. Zal niet veranderen. My attitude mijn houding towards your purpose for my life naar uw doel voor mijn leven will not change. Zal niet veranderen. En jij bent daar. I have good news for you. Ik heb een goed nieuws voor jou. No matter what you try to do. Wat je ook probeert te doen. I will not serve you. Ik zal jou niet dienen. Because no matter where I am, but maakt niet uit waar ik ben. No matter my situation, maakt niet uit mijn situatie. God is able. God is mijn machten. Deliver me. Om mij te bevrijden. My confidence. Mijn vertrouwen. Is in my God. Is in mijn God. My confidence. Mijn vertrouwen. Is in Him. Is in Him. It's not in my problem. Is niet in mijn probleem. I refuse. Ik weiger. To meditate. Om te mediteren. On my problem. Op mijn probleem. But I choose God. Ik kies God. And His word. En zijn woord. To be my meditation. Om mijn meditatie. And Father, thank you. En Vader, ik dank u. For liberty. Voor bevrijding. For freedom. Voor vrijheid. Thank you. Dank u. That yokes. Dat je lukken. And chains. En keten. Are broken. Gebroken. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Say I'm free. Zeg ik ben vrij. Touch me. Think about that one problem. I'm not going to touch nobody today. En ik ga niemand aanraken, maar raak u haar een verstand weer haar. En zeg even dat probleem in de naam van Jezus buik. En ik wil dat je de duivel zegt. My God. Mijn God. Is taking me out of this. Ik neem me hier uit. I am coming out of this. Ik kom uit dit. I am coming out of this. Ik kom uit dit. Prophesied your deliverance in three dimensions. Do you have here your bevrijding? Say my God. Who has delivered me? He is delivering me. And He will still deliver me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Say Father, thank you. Say Father, thank you. For breakthroughs. For doorbraken. Thank you. Thank you. For testimony. For testimonies. In Jesus. In Jesus. Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. How many of you are blessed? Hoeveel zijn gezegend? Amen. Dank u, Jezus. Say, make up your mind. Zet je zinnen daarop. Say, make up your mind. Zet je zinnen daarop. Say, make up your mind. Zet je zinnen daarop. Say, make up your mind. Zet je zinnen daarop. Say, make up your mind. Zet je zinnen daarop. Say, when you hear your sister is talking opposite to the word of God, en wanneer u iemand anders hoort praten
tegenovergestelde van het woord van God, dat is omdat ze hun zinnen nog niet daarop hebben gezet. The word of God is so true. Het woord van God is zo waar. It's so alive. Het is zo levend. En het kan je brengen van glorie naar glorie. Just make up your mind. Just make up your mind. Zinnen daarop. Goodbye world and make up your mind. Yes, zeg. Doei, doei wereld. Ik heb mijn zinnen daarop gezet. Let somebody make up your mind. Zeg het iemand. Zet je zinnen daarop. So we are pressing forward. We drukken door. We are pressing forward. We drukken door. We are pressing forward. We drukken door. See yesterday. Ziet u gisteren? When all this we went to Victory Outreach the first day. Toen we de eerste dag naar Victory Outreach gingen. I begin to hear my spirit begin to sing. En toen hoorde ik mijn geest. Why cast down, oh my soul. Put your hope in God. Then I say, oh, you so shut up. Hey, 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 somebody think, I wasn't talking to the devil. I was just adjusting my mind. En ik sprak tegen de duivel. Nee, ik was mijn verstand even recht aan het zetten. Because she knows that I talk to myself a lot. Ja, want mevrouw weet dat ik heel veel tegen mezelf praat. I don't talk to people, I talk to myself. Yeah. Als ik niet met mensen praat, dan ik met mezelf. You don't want to talk to yourself. Want als je echt niet met jezelf weet te praten. Nee. You talk to yourself. Je moet echt met jezelf praten. The father was thinking is smart people. They are really smart. Ja, ik dacht echt dat die gekke mensen dat alleen deden. Nee, ja, goed op. Je moet tot jezelf. En dan sla je je hoofd een beetje. Zeg, hou je mond. Say we are going somewhere. Zeg, we gaan ergens naartoe. Let somebody make up your mind. Zeg tegen iemand, zet je zinnen daarop. So from today, dus vanaf vandaag. If you are eating meat, als je vlees eet. And somebody is eating pork, en iemand eet van de vlees. Ga die persoon niet beledigen. Let the person eat all they want to eat. Laat die persoon alles maar eten. Maar die persoon, if you don't want to eat meat, als jij geen vlees wil eten. Don't tell them. Zeg ze dan niet. Your mind about it. Zeg gewoon sorry, maar ik eet geen vlees. All these excuses must stop. Al die excuses moeten gewoon even stoppen. Just tell somebody I don't eat it. Zeg het gewoon, ik eet geen vlees. Klaar. Do you respect that? Ja, respecteer dat. That's who respect. Yeah. Don't explain. Je hoeft niet uit te gaan leggen. Waarom? You eat meat or why you eat fish? Waarom u nou vlees? Because everything you say is a lie. So just say it. Alles wat u zegt is gewoon leugen. Dus hou je mond gewoon. That's the truth though. How many of you still love me so much? Dat is gewoon de waarheid. Hoeveel houden nog van me? How many of you love me so much? Hoeveel houden nog van me? You choose not to love me alone.